Hey, leuk dat je meekijkt naar een nieuwe video. En in deze video ga ik het met je hebben over sociale druk. En hoe je hier het beste mee om kunt gaan. En natuurlijk een aantal tips om dat te doen. Dus laten we er meteen induiken. Sociale druk. Ja, ik denk dat nu juist de periode is waarin we dit nog veel meer zien. Door social media onder andere. En ik denk dat dit een hele grote factor is voor de sociale druk. Maar natuurlijk ook van je omgeving, je familie, je vrienden. Iedereen verwacht wel iets van je. En in dat hele pad moet je eigenlijk ook jezelf vinden. Of in ieder geval ook weer dicht bij jezelf blijven. En hoe doe je dat nou precies? Nou, 5 tips in deze video hoe je omgaat met sociale druk. En de eerste tip die ik met je wil delen is, en dit is natuurlijk altijd het belangrijkste, is werken aan jezelf. En op die manier meer zelfrespect voor jezelf creëren. Ik denk dat het hiermee begint. Hè? Dus als je beter wilt omgaan met sociale druk, wat super belangrijk is in dit principe, is om jezelf heel goed te kennen, weten wat jij wilt en zelfrespect hebben voor de dingen die jij wilt gaan doen. Dit komt ook nog later in andere tips terug, maar dit is tip nummer 1. Dus als jij beter met sociale druk om wilt gaan, is het gewoon super belangrijk om te weten wat jij wilt, wat je wilt doen in het leven, maar ook in het algemeen van wie ben jij en hoe kun je daar zo sterk mogelijk achter staan. De tweede tip valt en staat hiermee en dit is, zoals ik het noem, bekijk alles vanaf een afstandje. En wat is er eigenlijk aan het gebeuren? Jij als persoon zit in een maatschappij, in welke omgeving dat dan ook maar is, maar het is een sociale omgeving. En die sociale omgeving wil ook iets. En kijk, zoom nou eens voor jezelf uit en kijk eens van, oké, waar zitten nu eigenlijk de dingen? Waar zitten de problemen? Waar zitten de struggles? Wat voel jij? Waar zit die sociale druk precies in? Wat willen mensen bijvoorbeeld om jou heen? Van jou. En klopt dat beeld bijvoorbeeld? En door een beetje uit te zoomen kun je dit veel beter een beeld geven en kun je daar dus ook veel beter op inspelen. En dat heeft weer alles te maken met de derde tip. En de derde tip is, weet welke vorm van sociale druk voor jou de grootste uitdaging is. Er zijn natuurlijk heel veel vormen, hè? Heel veel verschillende vormen om over na te denken. Bij sociale druk kun je denken aan druk van jouw familie. Je kunt ook denken, en dit is alweer een hele andere druk van jouw vrienden. En waarschijnlijk, als jij nu deze video bekijkt, heb jij voor jezelf wel een bepaald idee nu, of een situatie al in je hoofd zitten, van hé, dit speelt voor mij nu parten. Voor mij kan het bijvoorbeeld familie zijn, voor jou kan het bijvoorbeeld vrienden zijn, of andersom. Natuurlijk zijn er heel veel, ook nog weer andere mogelijkheden daarin. Hè? Dus het kan ook zijn dat je heel veel op social media kijkt en dat je sociale druk ervaart vanuit dat kanaal eigenlijk. Hè? Dus dat je daarop kijkt en denkt van, wow, al die mensen hebben het allemaal zo goed voor elkaar. Ik heb eigenlijk, wie ben ik eigenlijk? Ik voel me een nobody. En dus dat je dit gedrag ook naar jezelf toe vertoont, dat is een andere optie. Nou, en zo zijn er dus heel veel verschillende opties. Maar kijk dus voor jezelf, welke vorm van sociale druk is voor jou de grootste uitdaging om mee om te gaan? Kortom, waar heb jij dus het meeste last van? En waar wil jij dus beter in worden om met dat stukje sociale druk beter om te gaan? Ja? 4. Stel prioriteiten en, heel belangrijk, hou je daar ook aan. En dus we kunnen wel prioriteiten stellen, bepaalde regels maken van oké, dit is wat ik wel en niet wil doen. In relatie tot sociale omgeving in dit voorbeeld, in deze video. Maar ja, tegelijkertijd wil je daar natuurlijk ook aan houden. Dus je kunt wel afspreken met jezelf of prioriteit stellen. Oké, ik vind mijzelf belangrijk of ik wil een bepaald iets doen wat misschien mijn familie niet wil doen. Maar ik wil dat wel doen. En je stelt jezelf dat als prioriteit. Maar als puntje bij paaltje komt, besluit je uiteindelijk als de familiedruk toch komt van nou, ik ga toch mee met mijn familie in plaats van dat ik dit mijn prioriteit eigenlijk doe. En dus daarom is het belangrijk om niet alleen je prioriteit te stellen, maar deze ook vast te houden. En daar natuurlijk naartoe te gaan werken anders, om dat meer en meer te doen. Dat kan natuurlijk een reis op zichzelf zijn. Ja? Dus dit is de 4e tip en dan gaan we naar de 5e tip. De laatste tip in deze video. En dat is, sta achter jouw keuzes en wees bereid om daardoor andere dingen op te geven. En dus jij hebt bepaalde keuzes gemaakt waarvan jij zegt, dit is wat ik heel graag wil doen. En dat heeft weer te maken eigenlijk ook met die prioriteiten stellen. Maar uiteindelijk moet je ook bereid zijn om daarvoor andere dingen op te geven. Dus dit betekent dat als jij bijvoorbeeld
Laten we het voorbeeld weer met familie pakken. Jij wil een bepaalde richting in. Jij wilt, laten we zeggen, bijvoorbeeld, jij zou in het buitenland willen wonen, maar je familie wil heel graag dat je in Nederland blijft. Gewoon een heel random voorbeeld nu, oké? Kan van alles zijn. Wat ga je doen? Jouw keuze is eigenlijk gemaakt. Jij wil naar het buitenland. Ja, dan is de opoffering die je hier moet maken, en dit is natuurlijk met elke keuze die je maakt, is dat jij dan niet in Nederland bent. Wat een opoffering kan zijn dat jouw familie dat misschien wel heel graag wil, maar ja, jij bent daar op dat moment niet. En dit kan verschillende soorten van gevolgen hebben, ook daarna natuurlijk, voor de band met jouw familie. Hoeft niet, kan wel. En dit zijn dingen om over na te denken. Dus wees bereid dat als je keuzes maakt, dit is wat ik wil doen, en je maakt die keuzes, wees dan ook bereid om erachter te staan. En wees bereid, of weet ook van, oké, dit gaat mij ook wat kosten aan de andere kant. En maak die balans voor jezelf op. En op die manier kun je dus veel beter met sociale druk omgaan, als je al deze 5 tips eigenlijk kunt toepassen. En je kunt voor jezelf natuurlijk gaan kijken, welke tips pas je op dit moment al wel toe, welke tips pas je nog niet toe, en hoe kun je bepaalde tips misschien wel meer of minder gaan toevoegen daaraan. Ja? Dus ik ben heel benieuwd. Vond je deze video leuk? Geef even een duimpje. Wil je een reactie achterlaten? Wil je iets delen over die sociale druk? Herken jij dit ook? Laat het me hieronder eventjes weten. En welke soort sociale druk, dat vind ik dan ook wel leuk om te weten. Dus let me know, zou ik zeggen. Wil je meer tips en inspiratie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen? Vergeet je dan ook niet aan te melden of even te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik jou natuurlijk de volgende keer weer te zien en te spreken. Denk groot, start klein.